Beleggen is de laatste tijd erg populair, ook zeker onder jongeren. Want hoe eerder je begint met beleggen, hoe meer vermogen je kunt opbouwen op de lange termijn. Maar is het dan ook verstandig om te gaan beleggen met geleend geld, bijvoorbeeld door middel van je studiefinanciering? De berekening ziet er heel erg interessant uit, maar hou ook zeker rekening met de risico's die daarmee gepaard gaan. En in deze video wil ik dan ook jou graag informatie geven over beleggen met geleend geld. Dus laten we beginnen met deze video. Leuk dat je kijkt naar weer een nieuwe video van eenpassiefinkomen.nl. Het is geen korte video waar jongeren zo van houden. Het is geen TikTok-achtige beleggingsadvies. Het is juist een langere video, omdat ik dan meer belangrijke informatie kan behandelen. Dus zie het ook vooral als een investering voor jouw toekomst, voor jouw financiële toekomst. Maar waar we het in deze video over gaan hebben, dat is over jongeren en studenten die gaan beleggen. Want vanochtend was er een nieuwsbericht op de NOS-site over een waarschuwing vanuit de AFM. En we lezen dan dat de AFM, dat is de beurswaakhond zeg maar, van Nederland, de autoriteit financiële markten, jongere beleggers juist waarschuwt dat het ja, voor grote teleurstelling kan zorgen als je ja, zomaar gaat beginnen zonder goede voorbereiding en zo. Dat komt omdat op dit moment beurzen record na record breken en jongeren daardoor last krijgen van FOMO, fear of missing out. En juist omdat ze nog jong zijn, nog onervaren zijn met beleggen, kan dat juist dus voor die grote teleurstelling zorgen, zeggen ze. Of nog erger, het kan juist zorgen voor een schuld als je juist geld leent bij Duo bijvoorbeeld om mee te gaan beleggen. Dus laten we in deze video gaan kijken naar wat voordelen, wat nadelen en wat meer informatie over beleggen. En misschien ook wel hoe je juist goed kunt beginnen met beleggen. Het positieve aan dit nieuwsbericht is dat we lezen dat er veel jonge mensen al bezig zijn met beleggen. Want tijd is een heel erg belangrijke factor bij beleggen. Het is niet zozeer alleen je inleg. Tijd is ook heel erg belangrijk. Want je krijgt dan te maken met samengestelde interest, oftewel rente op rente effect. En hoe langer je looptijd is, hoe groter dat effect wordt. Kijken we naar een rekenvoorbeeld als je nou begint na je studie met eenmalig 5000 euro en maandelijks 100 euro. Dan kun je gedurende de 45 jaar die je dan nog hebt tot aan je pensioen, als we hopelijk met 67 met pensioen mogen gaan, dan kun je vermogen opbouwen van 497.000 euro bij een rendement van gemiddeld 7% per jaar. En dat is het gemiddelde wat we de laatste 20 jaar zeg maar hebben, of nog langer zelfs. Maar als je nou eerder begint, bijvoorbeeld als je 18 wordt, dan heb je dus 4 jaar extra, terwijl de rest van de cijfers hetzelfde blijven. Dan kan het zorgen voor een vermogen op de lange termijn van 662.000 euro, oftewel een verschil van 165.000 euro, terwijl je eigenlijk maar 4 jaar extra inlegt en dat is maar 4800 euro. Dus vroeg beginnen met beleggen is gewoon heel erg goed. Het zorgt ervoor dat je meer vermogen kunt opbouwen, omdat het effect van rente op rente groter is. Maar zorg dan wel dat je met de goede redenen begint met beleggen. Ga dat niet doen omdat je bang bent dat je de boot gaat missen. Ga dat niet doen om op korte termijn snel veel geld te verdienen. Maar doe het juist om op de lange termijn een vermogen op te bouwen. En op die manier krijg je ook uiteindelijk meer vrijheid in de toekomst. En als je gaat beginnen met beleggen, beleg dan niet met geleend geld. Beleggen doe je altijd met geld dat je zeg maar over hebt. Dat is geld wat je op de korte termijn niet nodig hebt. Want op de lange termijn is het gemiddelde dan wel 7% per jaar aan rendement. Maar dat gemiddelde laat niet zien dat er ook slechte periodes zijn. Soms zijn dat kortere slechte periodes. Een correctie of een crash zoals we vorig jaar zagen tijdens de coronacrisis. Die was best wel flink, maar daar herstelden we ook weer snel van. Maar soms is dat ook wel dat het 5, 10 of misschien wel 20 jaar duurt voordat we weer op het oude niveau staan. En het zou dan heel vervelend zijn als je geld hebt geleend en juist dan dus iets af moet lossen terwijl je het geld niet hebt. Want dat betekent dat je dan aandelen, beleggingen moet gaan verkopen terwijl je in de min staat. Oftewel, je hebt dan een verlies. Dus als je gaat beginnen met beleggen, zorg er dan voor dat je ook goed gaat beginnen met beleggen. En de eerste belangrijke stap daarvoor is een financiële buffer. Ik denk namelijk dat een financiële buffer misschien wel het belangrijkste is wat je kunt doen als je wilt gaan beginnen met beleggen. Het is eigenlijk nog een stap die je neemt voordat je gaat beginnen met beleggen. Want je wilt er eigenlijk voor zorgen dat je genoeg geld achter de hand hebt. Dat mocht er een keer kosten zijn die je niet voorspeld hebt. Bijvoorbeeld je laptop gaat kapot, je router gaat kapot waardoor je geen internet hebt en dus niet aan je studie kunt werken. Dan moet je natuurlijk wel iets kunnen kopen om wel door te kunnen gaan. En je wilt dan zorgen dat het geld ook achter de hand is. En niet zoals eerder gezegd dat je aandelen, dat je beleggingen moet verkopen net op het moment dat ze in de min staat. Waardoor je dus verlies gaat nemen. En zo'n financiële buffer die hou je dan aan op je spaarrekening. Dat is een veilige plek. Dat is een plek waar je makkelijk bij het geld kunt komen. Het levert niet veel op. De rente is gewoon heel erg laag of is bijna nul. Het kost je eigenlijk zelfs geld.
want de inflatie is hoger dan de rente die je ontvangt. Maar juist om de reden die ik eerder zei, het is wel gewoon heel erg belangrijk om zo'n financiële buffer te hebben, juist voordat je begint met beleggen. Als je dan die buffer hebt, en hopelijk ben je ook nog schuldenvrij als student zijnde, dan moet je dus gaan kijken om te beginnen met beleggen en ga je op zoek naar een goede broker. Er zijn veel brokers die hun diensten aanbieden, ook hier in Nederland, maar zorg ervoor dat je een broker kiest die ook past bij de plannen die jij hebt, de manier van beleggen die jij wilt doen. Kijk je dan ook goed naar deze brokers om te kijken welk aanbod hebben ze, wat voor producten hebben ze. Hebben ze echte aandelen, echte ETF's of hebben ze te maken met CFD's en die wil je dan juist niet gebruiken, zeker niet als beginner zijnde. Ga ook zeker kijken naar de kosten, want kosten zijn een belangrijke factor in het eindvermogen. Want misschien zijn de kosten ergens per jaar maar 1% hoger en dat lijkt heel erg weinig. Maar juist door het rente-op-rente effect waar we het eerder over hadden, kan dat op de lange termijn dus voor een best wel groot verschil maken. Kijken we naar wat we eerder zagen, hadden we een voorbeeld van 18e tot aan je 67ste te beleggen met 7% rendement per jaar. Dat zorgde dus voor €662.000 eindvermogen. Maar als je het rendement nu verlaagt naar 6%, omdat je dus 1% kosten maakt per jaar, dan komt je eindvermogen uit op €451.000. Oftewel een verschil van €211.000 alleen maar omdat je 1% per jaar meer kosten maakt. Nou, het is dus belangrijk om een goede broker te kiezen, zoals gezegd. En wil je nou beginnen met beleggen en ben je nog helemaal nieuw als student zijnde, dan is BuckZero misschien wel interessant. Juist omdat alles via de app kan en ook moet trouwens via de app. BuckZero is een goede optie om dan juist kennis te maken met beleggen. Het werkt simpel en je kan ook gratis beleggen. En als je nu een account opent, krijg je een gratis aandeel met een waarde tot €200. En een link om gratis een account te openen bij Bucks vind je onder de video. Wil je gaan beleggen en wil je wat meer keuze en het ook meteen goed doen voor de lange termijn? Nou, kijk dan eens naar de Giro. Dat is de broker die ik gebruik voor de meeste van mijn aandelen. De kernselectie van de Giro is dan juist weer erg interessant, omdat je een keuze hebt uit 200 ETF's die je maandelijks gratis kunt kopen. En ETF's zijn gewoon een goede optie om te beginnen met beleggen. Het zorgt er juist voor dat je lage kosten hebt en ook brede spreiding meteen hebt. En ook bij losse aandelen kun je eigenlijk alle losse aandelen vinden bij de Giro. Denk aan Tesla, Apple, NIO bijvoorbeeld en nog veel meer. En ook voor de Giro vind je een link onder de video om gratis een account te openen. En dan gaan we door met het derde belangrijke punt en dat is emotie. Want ik denk juist dat emotie altijd heel erg wordt onderschat en het juist emotie is die ervoor zorgt, de grootste impact heeft op jouw eindvermogen. En het rare is, emoties ben je eigenlijk zelf, dus je bent zelf je grootste vijand eigenlijk van het vermogen dat je op de lange termijn op gaat bouwen. Het is dus heel belangrijk om juist je emotie onder controle te krijgen, omdat je juist, als je de juiste beslissingen neemt, je wel dat grote eindvermogen kunt bereiken. Gelukkig zijn er wel een paar dingen die je kunt doen, juist om je emotie onder controle te krijgen. De eerste daarvan is kennis, want hoe meer kennis je hebt, hoe meer je weet over een aandeel, over de markt, hoe beter je daarop in kunt spelen en weet wat je kunt verwachten, dus hoe beter je daarop kunt reageren. Een tweede punt is juist te gaan beleggen voor de lange termijn, want als je gaat richten op de lange termijn, een vermogen opbouwt op de lange termijn, dan ga je niet per dag kijken van wat gebeurt er vandaag met mijn aandeel, wat gebeurt er morgen met mijn aandeel, maar je gaat juist kijken van wat gebeurt er misschien volgend jaar met mijn aandeel of hoe gaat het met het bedrijf over 5 jaar. En hoef je dus juist ook niet druk te maken over wat er vandaag gebeurt, maar kun je gewoon iets meer afstand nemen omdat je weet dat je toch pas eigenlijk je aandeel over 5 jaar misschien wilt verkopen en dat het dan pas meer waard hoeft te zijn dan vandaag. En tenslotte zorg je ervoor dat je gaat beleggen met een goede spreiding, dat je op een slimme manier gaat beleggen. Als je een goede spreiding hebt en je hebt tegen de juiste waardering waarschijnlijk een aandeel gekocht, dan heb je ook niet zozeer dat je daar druk om maakt. Als nou één bedrijf een groot gedeelte van je portfolio uitmaakt en het gaat in één keer daar slecht mee, dan gaat het met je hele portfolio slecht. En een goede spreiding tussen verschillende bedrijven, verschillende landen, verschillende sectoren zorgt ervoor dat misschien bij de ene sector gaat het wat minder, bij de andere sector gaat het wat beter. Dus voor je totale portfolio maakt dat niet zoveel uit. En natuurlijk kun je ook investeren in losse aandelen als dat interessanter is. Denk bijvoorbeeld aan Tesla of misschien een belegging zoals Bitcoin. Ben je dan wel bewust dat als je meer rendement wilt maken, dat dat vaak gepaard gaat of eigenlijk altijd gepaard gaat met meer risico. Dus als je dit wilt doen, denk aan die goede spreiding en neem zo'n hoog risicopositie in. Doe dat dan bijvoorbeeld met maximaal 3% van je portfolio. Dat mocht het misgaan, dat dat niet zo erg is voor je vermogen. Maar je kunt op die manier, als het goed gaat met het aandeel, nog steeds veel geld verdienen. En ik denk dan dat het ook heel belangrijk is om een plan te maken, een plan van aanpak, een beleggingsplan. Want beleggen doe je niet, zoals gezegd, voor de korte termijn. Beleggen doe je voor de
lange termijn. Dus investeer nu wat van je tijd om juist die doelen in de toekomst te bereiken. Wat wil ik bereiken? Op welke manier wil ik het bereiken? Hoe ga ik het bereiken? Hoe lang heb ik daarvoor de tijd? En ga ook kijken van, heb ik nu al de kennis die ik nodig heb? Of welke dingen moet ik misschien nog bijleren om dat te bereiken? Weet ik hoe ik een aandeel moet analyseren? Weet ik hoe ik een aandeel moet waarderen, zodat ik weet wanneer ik het koop en wanneer ik het ook weer ga verkopen? En als je nou denkt van, ja, maar ik weet niet waar ik moet beginnen, ik weet niet hoe ik moet beginnen, nou, dan heb ik ook een training gemaakt. De beleggerstraining bevat meer dan 6 uur aan video's, meer dan 50 stuks in totaal. Je hebt er ook handige tools bij die je juist kunt gebruiken om een goede start te maken. En het is misschien wel de beste investering die je kunt maken, want het is een investering in jezelf. Dus neem ook een kijkje naar de beleggerstraining als je goed van start wilt gaan. En ook hiervoor vind je trouwens een link onder deze video terug. Dus zorg dat je niet gaat beleggen met geleend geld. Misschien is op dit moment de rente wel 0%, maar dat is geen garantie ook voor de toekomst. Het kan ook zo zijn dat die in de toekomst weer naar 5% gaat. En je zit dan gewoon aan een betalingsverplichting vast. Dus mocht het misgaan met je aandelen, heb je het geld nodig, dan blijf je misschien wel met een verlies achter zitten. Mocht het goed gaan met je aandelen, dan heb je alsnog steeds die studieschuld. Daar moet je op aflossen, daar betaal je misschien wel rente over in de toekomst. En het heeft ook gewoon impact op je financiële situatie, want het heeft ook impact op het hypotheekbedrag dat je kunt krijgen. Dus als je een schuld hebt, kun je ook wel minder lenen om bijvoorbeeld je eerste huis te kopen. En in het begin is waarschijnlijk geld ook niet het belangrijkste, maar juist de tijd. Dus als je vroeg begint met beleggen, kun je toch je doelen bereiken, omdat je juist langer gebruik kunt maken van het rente-op-rente effect. En beschouw het ook vooral niet als een soort van spelletje voor de korte termijn, om snel geld te verdienen, snel rijk te worden. Dat gaat je waarschijnlijk ook niet lukken, maar zie het vooral als een investering op de lange termijn en om juist op de lange termijn een vermogen op te bouwen en op die manier ook meer vrijheid te krijgen. En hopelijk heb je nu wat meer informatie, wat meer ervaring vanuit mij en ga je wat nadenken over stappen die je kunt nemen om toch iets op te bouwen zonder dat je geld gaat lenen. Maar mocht je nou nog vragen hebben na het kijken van deze video, laat dat dan weten in de reacties onder deze video. Ik mag geen advies geven, maar ik kan wel mijn ervaring of mijn kennis met jullie delen en ook andere kijkers kunnen natuurlijk reageren. Dus laat dat vooral weten onder deze video. Vond je het een leuke, interessante video? Geef dan zeker even een duimpje omhoog. Dan weet ik welke video's jullie interessant vinden, maar je helpt ook het YouTube-kanaal. En wil je meer van dit soort video's zien, maar ben je nog niet geabonneerd op het kanaal? Klik dan op abonneren onder deze video. Wil ik jou bedanken voor het kijken en hoop ik jou bij de volgende video weer te zien.